In het jaar 2000 was het een Bachjaar en verscheen dit boek van Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, in het Engels natuurlijk. Ook een Duitse uitgave was ervan. Het heette in het Engels Johann Sebastian Bach, The Learned Musician, de geleerde muzikus. Het bevat eigenlijk alle informatie die over Bach beschikbaar is. Het is een voortreffelijk boek. Alleen wordt Bach in dit boek voorgesteld als een geleerde muzikus. Iemand die eigenlijk een academicus is, een geleerde en toevallig ook nog een beetje componeert. Christoph Wolff had gewoon zichzelf in Bach geprojecteerd. Hij had het beeld wat hij van zichzelf kan geven, namelijk dat het een geleerde is die op een stoffig kamertje, een zolderkamertje, altijd moest zitten werken. Dat had hij als het ware uitgebreid naar Bach toe. En daar kwam de dirigent John Elliott Gardiner, die kwam daar tegen in opstand en die zei: ik ga ook een boek over Bach schrijven om dit beeld van Christoph Wolff onderuit te halen. Dus die heeft vervolgens ook weer een boek over Bach geschreven, John Elliott Gardiner, ook Johann Sebastian Bach. Iedereen vraagt dan nu aan mij: moet ik dat boek kopen? Mijn antwoord is: als je dit boek hebt, heb je alle informatie die over Bach beschikbaar is, heb je in één boek bijeen. En dat er een beeld van hem gegeven wordt dat het een geleerde muzikus is. Ach, dat moet je met een korreltje zout nemen. Carl Philipp Emanuel, zijn zoon, heeft al gezegd: mijn vader hield helemaal niet van geleerdheid en van mathematische onzin. Dus dan weet je dat dat beeld niet correct is. Maar los daarvan is de informatie uitstekend in. Dit boek van John Elliott Gardiner, dat geeft een beeld van Bach van een soort tiran, een driftkop, een man met karakterzwaktes. Het grappige is dat John Elliott Gardiner als dirigent de reputatie heeft van een tiran te zijn. Een man met karakterzwaktes, een driftkop. Hij heeft gewoon, net als Christoph Wolff, die van Bach een geleerde muzikus heeft gemaakt, heeft hij van Bach zichzelf in Bach geprojecteerd. En je krijgt dus een beeld van John Elliott Gardiner zelf, niet van Bach. Dus mijn antwoord op de vraag: moet ik dit boek kopen, is eigenlijk niet. Het bevat geen nieuwe informatie. Het is, als je heel erg in Bach geïnteresseerd bent, is het wel interessant. Maar ik zou dit boek in eerste instantie niet kopen als ik dit niet had. Als je dit hebt, dan heb je dit eigenlijk niet nodig. Wel wil ik nog even wijzen op twee andere voortreffelijke Bach-boeken. Dit is ook in 2000 verschenen van Martin Gek. Nooit in het Nederlands vertaald. Ook 800 pagina's, eigenlijk net zo goed als dat boek van Christoph Wolff met heel veel informatie. En in 2006 is dit boek nog verschenen van Peter Williams, Bach, Alive in Music, en dat is voortreffelijk. Dat is een meesterwerk, dat kan ik echt iedereen aanbevelen en dat moet onverwijld in het Nederlands vertaald worden.